Die gaan we, jongen, die is lekker, jongen. Ik zou er gewoon echt, heerlijk, waar ze bij staat, gewoon broek uittrekken en gewoon daar staan. Ja. Ik zou gewoon zo de borsten pakken en gewoon zo motorboten. Gewoon. Ja, ik zou er echt helemaal aflikken, er zo vies mee pakken in de bek spugen. Dat zou ik doen. Steek ze op mijn vinger dan. Dat is niet normaal. Ik heb geleden voor dit. Nu moet je wel raak schieten, anders ben ik boos. Wees ik komt die benen recht. Anders doet pijn. Benen recht en niet bewegen. Nee, wacht. We zo lopen hier. Ja. Nooit zoveel genoten van die. Ik moet wat ontsmettingsmiddeltjes hebben. Ik moet gewoon wodka hebben ofzo. Wodka? Caroline, wil je mij verzorgen? Absoluut. Er is geen jodium in dit huis. Oh ja. Doet het zeer? Nee, nu is het weer over. Beter? De pijn is over. Hij blijft gewoon lachen. Wacht, moet iemand anders even doen. Jij bent langer dan ik. Het is echt lullig, maar iemand heeft zijn krukken in de lantaarnpaal gehangen. Kan iemand hem alsjeblieft even helpen? En nu hebben we dus weer een prank video voor jullie. Kijk dit. Kunnen jullie misschien mijn kruk pakken? Mijn kruk zit hier vast. Ik heb mijn enkel gebroken. Kunnen jullie mijn kruk, die is daar vastgekomen. En kunnen hij die kruk nu daar steken? Ik weet niet wat er is gebeurd. Dat kan niet, hè? Ik was aan het lopen, toen viel ik. Toen viel ik maar... Door wie heeft dat daar gestoeld, man? Dat is te lief. Save by Courtois! Hey, thanks, ouwe. Hey, dankjewel, hè. Dat kon niet anders. Dat is te toevallig. Ik vind het altijd zoveel werk dat als je op stap wil met je vrienden en je wil naar een feestje, dat je dan helemaal moet klaarmaken zo. Dat je op de fiets moet of moet een taxi bestellen of weet ik wat allemaal, omdat je gaat zuipen en dan kan je niet meer. Snap je wat ik bedoel? Dus daarom heb ik een speeltje gekocht. Een wasmachine die ervoor zorgt dat je right into the party bent. Ga ik je laten zien. Kijk. Je hoeft alleen maar erin te gaan zo. Komt ie. Nou ja, dit is... Hey! Dat vind ik is fantastisch. Biertje, lekker drinken. This is Laura from Canada. What do you think about the rain in the Netherlands? What about the rain? Fucked up. I have this app and this app is amazing. Oh my god. It says when the Bayern are coming. Steveningen. Stop it! Yeah, I can't say it. I can't leave because on my feet it's niet zo goed. Niet zo lekker. Niet zo lekker. Nee. Zeker wel lekker. Er zit iets heel raars in haar. Mag ik het pakken? Pak het liever. Ja? Mag ik het echt? Het is een fucking bril. Ik had niks in mijn hand. Ja, nog een keer. Hoor, ik heb niks in mijn hand. Maar ik ken het liever van TikTok. Nee, maar ik mag het van mijn mobiel pakken, hoor. Alleroudste fan. Hoe oud ben je? 28. Dat vind ik best wel oud. Waar begin je van dan? Wanneer was het de eerste keer dat je ging kijken? Een expeditiefilm opgenomen. Ja. Oh! Dat was wel. Wow! De waarheid achter Expeditie Robinson! En toen zei op een gegeven moment vriendin van mij: waarom kijk je eigenlijk? Klopt. Nee, de enige die het soms is. Dus oké. Hoe ziet hij eruit alsof hij net uit Peaky Blinders komt lopen? Peaky Blinders? You fucked me over. So now you have my undivided attention. It's the fucking Shelby Company. By all of the Peaky fucking Blinders, Billy fucking Kimber. I am Billy Kimber. We moeten naar huis, Het is zo kut als je boodschappen gedaan hebt en dat je dan thuis komt en dat je eigenlijk boodschappen erin doet voor één ding, namelijk een stukje worst en een tomaat en een banaan, een blikje soep, een liter melk, een kilo kaas. En dat je alles hebt meegenomen behalve asperges. En dan moet je weer helemaal apart, alleen voor asperges moet je dan nog weer op pad. Nou ja, ik had gelukkig nog iets in de kast liggen. Kijk, dit oude ding had ik ooit eens een keer in elkaar gezet. Dus opletten hoor, gaan we even zo. Here we go. Ja. Oké. Ja. Ja. Sam, hoe heb jij die video gemaakt? Hier. Echt jongen, die teleporter, het is zo handig. Zeker als je asperges bent vergeten. Nou, daar gaan we. Zo.
Ja. Nou ja, en dan kun je gewoon aan de slag. We eten vanavond asperges, schat. Stop je anus lekker in je reet. Komt helemaal goed. Ik ga dit bestellen op AliExpress. Dit is een reverse holiday map. You never have to go on holiday again. The holiday will come to you. Volgende week wordt hij bezorgd. Ben benieuwd. Hij hangt. Dit is hem. Hij hangt serieus. Wauw. This is the map. Wat is het? Dit is de map. Een A4'tje uitgeprint, man. Nee, dit is... Uit van AliExpress. Weet je hoeveel dit kost op AliExpress? Jullie weten toch wat dit is? Het is van diezelfde winkel als die tuinmachine. Ja, van precies hetzelfde. De advertentie was ook letterlijk... Don't go to the holiday. The holiday comes to you. Nee, zo dom dit. Bol. Ik dacht exact hetzelfde met die tuinmachine. Maar wat dan? Wat dan? Oké, okay, dus je moet een dartpijl. Deze heb ik erbij gekregen. Die moet je op een land gooien. En dan komt het land naar je toe. Ja, ik zweer het. Hier, doe maar. Waar wil je hem opgooien? Nou, weet ik veel. Ik gooi gewoon. Je moet wel goed kiezen. Want als je Groenland of zo doet, hey, dan wordt het koud. Ik wil lekker wijven. Rusland? Nee, Brazilië. Ja! Brazilië!